Occam's Razor, of het scherm is van Occam, is een redenering of een filosofische term die gebruikt wordt door kritische denkers of door filosofen. En het komt erop neer dat hij zegt van het simpelste verhaal is meestal het verhaal dat waar is. Dus soms heb je over bijvoorbeeld complottheorie of nepnieuws, heb je verschillende versies van verhalen. En dat betekent eigenlijk dat je met het scheermes van Occam de overtollige ballast afsnijdt tot je de essentie overhoudt. Ze zeggen vaak ook wel, als het loopt als een eend en het maakt lawaai als een eend, zal het waarschijnlijk wel een eend zijn. Dat is een beetje die, van die strekking. En dus als je in een verhaal heel veel dingen gaat moeten aannemen, bijvoorbeeld als het over de maanlanding gaat, en ze zeggen van die is geheim gehouden, of het is geheim gehouden, we zijn niet echt op de maan geweest. Dan moet je al veronderstellen dat er duizenden mensen van de NASA bij betrokken zijn en duizenden mensen die bij de overheid werken om dat stil te houden. Dus is het waarschijnlijk veel waarschijnlijker dat we wel op de maan geweest zijn.